Ik heb op de kunstacademie bij Yves Marianne een vogel leren boetseren. Ze had een opgezette vogel mee van een kraai. En dat was onze inspiratie. En daarna hebben we die ingesmeerd met schoensmeer. Dus nemen we gewoon de verf, het schoensmeer. Het kleurt wel en dan met een speciaal poeder er ook bij. Dan krijg je een soort van donker zilveren kleur. En dan moest ik van een oud schilderij dat overtekenen, eerst op papier. En dan kon je dat met toverpapier daarop leggen. En toverpapier is zo'n zwart papiertje. En dan kan je dat op een blad leggen. En dan moet je met je schets, dan moet je nog eens over die schets tekenen. En dan doe je dat toverpapiertje dat op dat ander papier. En dan kan je dat inkleuren. En dan hadden wij zo'n doos gemaakt. Wat zijn de leukste dingen? Voor thuis vind ik de tekening van de paardenbloem heel mooi. Ja? Want eigenlijk, ik wist ook helemaal niet dat je met een paardenbloem kon tekenen. Dat je met de natuur hebt getekend? Ja. Oké. En dan heb ik ook nog een stoel gemaakt voor mijn konijn. Heb jij dat konijn ook gemaakt? Nee, het is alleen de stoel. Laat eens eerst de stoel helemaal zien. Okay. En van achter heb ik een gat gemaakt, staart. Ja, oké. Okay. Voelt u nu al een beetje een kunstenaar? Ja, van de 10 tot de 0 voel ik mij nu al wel een 4 of 5. Heb je nog iets te zeggen aan die juf? Dat ik het heel leuk vind. Oké, okay. Zwaai nog maar eens.